Het gaat niet goed met de tijdschriftenbranche, dat wil zeggen met de geprinte tijdschriften. Ze worden steeds minder verkocht. En toch is er in Breda een winkel waar het nog redelijk goed gaat met de verkoop van de bladen. De International Magazine Store. De International Magazine Store heeft zo'n 7000 bladen uit binnen- en buitenland. Ook hier zien ze dat het minder gaat met de verkoop van tijdschriften. Toch ook wel het sociale, social media en ook ja, toch wel weinig tijd. En de koopkracht, mensen denken nou ja, een tijdschrift kost gauw €5, €6 of €8. Dat is best wel een hoop geld. Ze zijn gaan bewuster met hun geld om. Steeds minder mensen kopen dus een tijdschrift. En dat betekent minder adverteerders en dus minder winst. Uitgever Sanoma stopte onlangs nog met verschillende bladen. Ook bij mediaconcern Audax en Geelze, waar ze miljoenen tijdschriften naar duizenden winkels verspreiden, zien ze dat het terugloopt. Nou, ontkennen dat het moeilijk gaat in de tijdschriftenbusiness zou fout zijn. Tijdschriften zitten in de hoeken waar de klappen vallen. De markt van tijdschriften is dalend. Hoe sterk? Dit jaar vrezen we dat de markt met ongeveer 10% zal dalen. Ondanks deze daling gaat het bij de International Magazine Store nog best wel aardig. Waar bent u naar op zoek? Ik ben op zoek naar een tijdschrift over computers. En ik heb veel keus, dus ik ben even aan het kijken welke ik de leukste ga vinden. En waarom komt u naar deze zaak? Veel keus. Dus het is gewoon leuk om hier binnen te stappen en tijdschriften te zien bij elkaar die je niet allemaal kent. En het is altijd leuk om in tijdschriften gewoon veel keus te hebben. Helemaal leuk. Van klanten als deze moet deze tijdschriftenzaak het hebben. Klanten die op zoek zijn naar iets speciaals. En daar spelen ze hier breed op in. Nou, tijdschriften die het heel goed doen zijn de modelbouwtijdschriften. Dit is er één van die het heel goed doet. De bladen die het ook goed doen zijn de fotobladen. Hier heb ik er één van. Dat is een Engels fototijdschrift en die loopt heel goed. De tijdschriften die het ook goed doen zijn de handwerktijdschriften. En één daarvan is een hardlopertje, is de Cross-teach Gold. Vooral gekookt door vrouwen neem ik aan. Ja. International Magazine Store heeft gekozen voor een hele specifieke aanpak. Een heel breed assortiment van met name internationale tijdschriften. Daardoor zijn fervente lezers die op zoek gaan naar iets speciaals gebonden aan deze winkel. En die dat concept werkt inderdaad. Een grote concurrent van het gedrukte tijdschrift is het internet. Mensen lezen steeds vaker een blad op een computer, smartphone of tablet. Mensen zullen altijd papieren tijdschriften blijven lezen. Maar uiteraard zullen mensen ook steeds meer digitaal gaan lezen. En daar moet en zal elke uitgever op inspelen. Hoe zal die verhouding straks zijn tussen print en digitaal? Dat is onmogelijk te zeggen. We weten wel dat het aandeel van tijd dat mensen besteden aan lezen op papier, dat kleiner wordt. Dat is nu nog slechts 15% van de mediatijd die mensen gebruiken, gaat naar papier, naar papieren tijdschriften. En hoeveel zal dat worden wellicht? Het zal dalen, maar het precieze aantal, dat weten we niet. Dat weet niemand. Ondanks deze negatieve trend blijven ze in Breda toch redelijk optimistisch. Ze hebben er nog vertrouwen in. Omdat wij zo gespecialiseerd zijn en omdat wij ook 4 winkels in België hebben, hebben wij die kracht samen. En ja, ik denk dat de print wel blijft bestaan. Ja, dus ik ben wel positief. Ja, maar zal het stabiliseren, zal het groeien, zal het afnemen? Ik denk dat, dat merk ik ook aan de krant, het neemt mondjesmaat wel af. Ja, dus, maar er komen ook weer een hoop tijdschriften bij en dan vallen er weer af. En zo gaat het ook een heel jaar door met tijdschriften dus. En bestaan jullie over 10 jaar nog? Moeilijke vraag. Maar dat is tegenwoordig voor alle bedrijven een moeilijke vraag, denk ik. Als het aan deze klant ligt, dan komt het wel goed. Ja, ik kom hier graag. Dat, ja, waarom? Omdat ze hier een heel uitgebreid assortiment hebben. Ja, ik vind wat ze hier hebben, dat kun je bijna nergens halen. Jullie bedankt. Tot de volgende keer weer. Tot ziens. Doei.